Eens. Dames en heren, het is 4 uur, het is dinsdag, dat betekent een nieuwe video samen met mijn favoriete viswijf Sophie. Hallo, jullie denken waarschijnlijk, Kelvin, waarom ben je zo onaardig tegen Sophie? Waarom noem je haar viswijf? Dat komt omdat we vandaag de vischallenge gaan doen. En leg uit wat de vischallenge is. Hij zegt tegen mij, kom je hierheen, dan gaan we de vischallenge doen. Dan moet je een vis aanraken. We hebben 6 verschillende vissoorten. Ik weet niet welke vis het zijn. Ik ook niet. En we krijgen allebei 3 visjes in onze handjes. En we moeten raden welke vis het is. Side effect, je krijgt een hoofddoek. Ja. Ken je dat nummer 1 pound fish song? Ja, nee. 1 pound fish. Hebben we een hoek gewoon van vis? Beste vis. Kut. Sophie, jij mag op dit moment een visje uitkiezen. Ja. Hiervoor. Die mag je op een bordje leggen. En dan ga ik er alles aan doen om te raden welke vis het is. Van vis. Oh jee. Het is ook echt een hele vis. Ik hou niet echt van. Oh. Wow, die is. Oh, oh, oh. Stam. Oh god. Hallo, alles goed bij jou? Het heeft een hoofd. Het is echt heel smerig, ik wist je niet gaan doen. Nee. Lekker anders in aan. Nee. Niet, zit niet in die vis, jongens. Ik gewoon is. Ah. Hallo. Ik haal het hoofd er even af. Oh my god, don't! Op basis daarvan. Oh, oh mijn god. Ik ga op basis van geur en. Als jij haat op mijn video's, dan gebeurt er dit met jou. Ja. Zeg nou, godverdomme. Oké. Okay. Vis dit? Het is een. Forel. Nee. Kut. Wat is het dan? Een makreel. Ik dacht ook nog aan makreel. Nee. Fuck. Jawel hoor. Oké, niks. Waar is de emmer? Waar is de emmer? Dames en heren, het is tijd voor vis nummer 2. Hé, hey, het is een kleine. Oh, wow. Ik voel iets. Oh shit. Ik denk dat ik deze volledig weet. Het is een volledige. Ik ga het nog niet zeggen, want ik maak het spannend. Ik hou het spannend. Ik heb het inderdaad namelijk over een garnaaltje. Ja. Oh! Dit is niet eens een vis. Nou, het is een vissoort. Mag ik hardop zeggen dat ik trots op mijn eigen viskennis ben? Mag ik dat hardop zeggen? Ja. Ik ben trots op mijn eigen viskennis. Oh, deze ruikt het lekkerst hoor. Ik zal hem even aan de kijkers laten zien. Volgens mij, hier zit geen hoofdje meer aan. Ik weet wat het is. Kijk, zeg het! Eerst moet je hem opeten en dan... Ja, het is wel de manier waarop ik het deed. Ik had namelijk een haring. En je at hem niet, je hebt hem gewoon uitgekotst weer. Ja, dat weet ik. Het spelregels waren niet dat je je vis moet gaan opeten. Nee, even een berichtje van vooraf. Deze vissen waren al dood. Er is geen vis omgekomen in de productie van deze video's. Kun je zien? Ja, als we hoog open doen wel, maar als je niet, nou, niet per se... Oké, okay, je kan het zien. Er staat momenteel 2-0 en dat betekent dat jij minimaal 2 van deze 3 vissen moet raden. Oh, het is wel schattig. Wacht, nee, wacht! Nou, hier is Richard. Richard de vis. Nee! Oh, dit weet ik. Waar ruikt het nou dan? Zalm. Is dat je laatste antwoord? Mijn je uiteindelijk definitieve antwoord? Het is een zalm. En het antwoord is... Fout. Oh. Het was een volledige zeebaars. Nee joh, waarom is het een zeebaars? Nee jongen, doe rustig man. Deze vis, hij leeft nog trouwens. Hij komt overal vandaan. Hij doet het pot. Je maakt hem dood, je knijpt hem dood. Wil je nog kans maken op de wit? Nee. Oké. Oh, deze ziet er mooi uit joh, ik zeg het je man. Zo, dit geurtje. Wacht even. Hij is volgens mij al een tijdje dood, dus hij blijft gewoon lekker rechtop staan. Ja, dat past alsof het een tanggereedschap is. Oh, de paling. Jij doet veel te snel antwoord, jij zo. Maak naar paling. En daar maakt me helemaal niks uit. Paling is fout. Nee, geef me nog een kans. Ja, ik geef je nog een kans. Zal ik een tip geven? Ja. Ik geef een hint. Hij is al geweest. Deze is er nog een beetje anders. Hij heeft er nog een woord voor. Volgens mij fok ik me goed. Hij kwam in één keer tot leven. Ik zeg het je. Hij leeft nog. Oké. Okay. Ah, oh! Ja. Dat is de vliegende vis. Oké, maar even. Oh! Even je bek uit, probeer na te denken. Oké, ik heb je een hint gegeven. Hij is al geweest. Het is de forel. Makreel. Het is een makreel. Deze makreel is ge. Oh, het is een gerookte makreel. Lekker. Paling. Oh, deze foto ziet er mooi uit hoor, dit visje, dames en heren. Oké, er is iets wat je hier echt heel goed mee kan doen. Mag ik hem nu nog de vis of... Laat me vis met rust, man! Ik heb nu
Oh, shit. Oh, shit. Luister even naar dit visje. Ik ken de naam niet, laat ik het zo zeggen. Hij is dus aan moeilijk dat ik de naam niet ken. Het is zo'n vis. Goed antwoord! Het is een wit, hij is wit. Of nee, in ieder geval als je een bak is, wit. Is hij wit? Een bepaalde kant is wit. Zo'n rog? Ja, ik dacht dus ook. Het lijkt echt vet op een rog. Wat is het? Plat. Het is een plat vis, ja. Oh, is het plat? Nee. Het is een platte vis. Oké, wacht, ik weet het goed gemaakt. Jij raadt het toch nooit. Jij krijgt toch de punt als je mij in één kans kan raken op mijn hoofd met die vis. Okay. Wacht even. Je moet wel sideways step doen. Ik ben er klaar voor. Als je me raakt, hè. 3, 2, 1. Ah! Je hebt gewoon 3 keer, hè jij. Oh! What the fuck is een huilbot? Ja, dat eet ik altijd. Ja hoor, vast. Nee, oprecht. Ik krijg het ook altijd op mijn hoofd. Dames en heren, jongens en meisjes. Jullie hebben het gezien. Het staat 2-2. En jullie mogen bepalen welke van ons heeft gewonnen. Namelijk, wie is de ultieme viskenner? Is het Sophie of is het Kelvin? Jij mag bepalen. Vond je het leuk? Ja. Echt? Nee. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Jullie hebben het gezien. Mijn nieuwe kandidaat zit hier naast me. Het is echt één groot feest. Vergeet te abonneren op mijn kanaaltje en een duimpje omhoog te geven op deze video. Bij 5000 duimpjes omhoog krijg je deze vis thuis gestuurd. Oh! Ah! Doei! Doei! Ga weg! Grapje, ik heb helemaal geen kinderen. Ik ben helemaal niet getrouwd. Oké, ik heb misschien wel een kind, maar dat weet niemand. Ik ben niet gedoopt. Maar ik ben wel doop! Oh! Oh!